Een treurige dag vandaag voor aanhangers van wijlen Pim Fortuyn. Vandaag precies 9 jaar geleden vond de politicus de dood op het Hilversumse Mediapark. Opdat wij nooit mogen vergeten, organiseerden de vrienden van Pim ook dit jaar weer een herdenkingsbusreis. Of Pim het zo gewild zou hebben? Het is 9 jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord is, dus het is weer tijd voor het jaarlijkse busreisje. Om te beginnen bij Piazza di Pietro, het huis van Pim. Verwacht u veel mensen? Nou, ik redelijk wel, ja. Ik ben klaar voor het reisje. Om 9:30 gaan we weg. En houdt u het schilderij om? Nou, dan loop ik, ga ik naar, ik ga ermee naar de begrafenis. Want na 9 jaar na zijn dood, dan sta je hier voor zo'n huis en er is helemaal niks aan de hand. Als je kijkt naar het buitenland, die mensen die heel de neigen. Mensen in stand die ze dat gedaan hebben in Duitsland, Oostenrijk, Heider. Voor Heider hebben ze zelfs nog het een en ander gedaan. Franco in Spanje. Ja. Nou, voor 2 keer alsjeblieft. Nou, 2 keer 25 is 50, ja. Ik ga altijd achter in de bus. Is dat goed? Ja hoor. Kom, we gaan achter in de bus. Ik heb me niet jammer dat er zo weinig aandacht nog is. Ik bedoel, zo'n bus, u had net zo goed een Fiat Panda kunnen huren. Ja, kan ook, ja. En van het huis van Pim gaan we nu naar de begraafplaats waar Pim ooit lag. Maar hij ligt er helemaal niet eens. Leeg. Ik geloof dat er plusje beestjes in liggen of zo, die ze overal neergelegd hebben. Maar ja, je moet toch ergens heen rijden met die bus? Ja, daarom. Hoe vindt u het schoolreisje tot nu toe? Dat vind ik nog steeds gezellig. Ik vertelde dus zojuist dat ik zelfs een speciaal een extra e-mailadres heb met pim-ik-misje. Oh, dus, u is van de mannenliefde? Nee. Dat niet. At your service. Dat is de Hitlergroet, die moet hem naar uw hoofd brengen. At your service. Dat was de begraafplaats. Op naar het Mediapark. Lekker dropje. Oh, wat lekker. Engels dropje. En zo zijn we op de plek des onheils, het Mediapark, waar Pim is vermoord. Nee, dat mag niet. Nee, u mag niet verder dan dit lint. Wilt u alstublieft terug? U moet niet anders zitten, mevrouw. Wilt u nee, u moet even van ik doe niks, meneer. Okay. En nu? Sorry. Ja, sorry. De herdenking van Pim. Het was hier. Hier was het. Onder die vrachtwagen? Nou, hij ligt net ernaast. Hij ligt er net nog niet onder. Ik denk dat Pim nu vanaf een wolk naar beneden kijkt en denkt... God, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Ja, inderdaad. Het is wel een tour, hoor. Eerst een lege bus en dan de begraafplek waar hij niet ligt. Ja, en dan hier staat er een vrachtwagen waar hij... Is het mogelijk dat ik mijn geld terugkrijg? Dan, nou, je ondersteunt hem toch wel. At your service. Zometeen in een Po Nieuws.